Voorzitter, naar aanleiding van ingekomen stuk 2052 wens ik aandacht te vragen aan een situatie die zich dus op dit moment manifesteert in de wereld. Er is een coronavirus, voorzitter. En in China, China lijkt ver van ons te zijn, maar we krijgen heel veel mensen hier. Dus ik wil weten... Omdat ik lid Yogi zijn verhaal heb laten houden, ga ik van u ook laten houden, want het heeft ook niks te maken met dat ingekomen stuk. Maar goed, gaat u gaan. Nee, maar naar aanleiding hiervan, voorzitter, vraag ik toch wel... Naar aanleiding hiervan, voorzitter, vraag ik toch wel ernstige aandacht. En wat zijn de maatregelen die vanuit het ministerie van Volksgezondheid worden getroffen om te voorkomen dat Suriname dus ook slachtoffer wordt van het coronavirus? En er is ook een dengue-virus, deze hebben gelijkenissen in Frans-Guyana en in Suriname. Wat zijn de maatregelen die vanuit het ministerie van Volksgezondheid worden getroffen? We hebben ook een luchthaven waar mensen binnenkomen. En ik ben bang dat we ook getroffen kunnen worden door deze virussen. Dank u wel. Ja. In de eerste plaats alvast wat dengue betreft, begint u allemaal in het land en overal die waterhoudende blikken en banden alvast op te ruimen. Dan helpt u mee voor de dengue. En coronavirus zullen we inderdaad het ministerie vragen om ons formeel schriftelijk te informeren hoe de stand is wat betreft de afspraken met PAHO, WHO en zo. Dat is een goede zaak dat het ministerie het parlement schriftelijk informeerde, hebben we die informatie. We hebben inderdaad de weet van het coronavirus. We willen daar wel niet heel ver op ingaan, maar er zijn inderdaad maatregelen genomen vanuit Sanderij en op de havens. Dat mocht er ongebruikelijke longaandoening zijn bij iemand die veel hoest of zo, dat diegene wel wordt bekeken als hij koorts heeft, mocht hij koorts hebben niet wel. Dus we houden daar wel goed zicht op.